3. 1. Amulet. Jordi 3. Mariska 5. 3. We gaan helaas afscheid van je nemen. Dankjewel. Ik ga mijn spullen pakken. Oh, ik ga naar huis. Ik heb een hele toffe tijd gehad. Ik zou het overdoen. Als ik nu weer de keuze zou moeten maken om aan te melden, zou ik het doen. Ik zou het niet nog een keer doen. Niet de tweede keer, maar ik zou het wel overdoen. Absoluut. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb een pakketje voor jullie. Oh. Heeft u een pakketje voor ons? 1 april. Ik was de joke of the day. Volgens mij kwam Kim Holland hier als nieuwe inwoonster. Mijn kist die werd afgeleverd. Ik was er alleen zelf niet bij. Ik kwam rond een uurtje of, volgens mij 3:30, 4 kwam ik binnen. Ze hadden mijn kist al opengemaakt en dat heb ik toen live zitten meekijken. En ik dacht echt, wat doen jullie? Ik wil dit wel maken, Maya. Enige een stukje heren. Privé wat mensen hebben. Zeggen, ja. Hennepzaad. Hennep, kruidendrank. Hennep thee. Ja, Jesse had dat gedaan en ik heb hem toen aangesproken. Ze hebben mijn kist opengemaakt, joh. Yes. Ja, maar ik had er wel een sorrybriefje in gedaan. Een sorrybrief? Oh, die heb je erin gestopt. Ja, oh, dat is wel aardig. Ik liet me leiden door de enthousiasme. Ja, volgens mij vonden mensen me best wel heftig. Maar ik denk dat het uiteindelijk valt het allemaal best wel mee. Oké, dames en heren, mogen we een waanzinnig applaus voor onze eigen DJ Andrea! Ik had niet echt een doel hier om binnen te komen. Ik ben hier echt gekomen voor mezelf. Ik heb dat ook gezegd, ik ben hier voor mezelf. Uiteindelijk op 20 augustus kregen we te horen dat we gingen stoppen. En ik was op dat moment, vroeg Shelly of ik voor haar filmavond wilde gaan draaien. Omdat ze een beetje issues had met Gerrit. En ik heb toen ja gezegd, ik ben sindsdien niet meer gestopt. Ik had toen voor mezelf het doel gezegd dat ik op ADE zou draaien dit jaar. Is me niet gelukt, maar ik ga wel in een van de grotere clubs van Amsterdam draaien. Wat ik super tof vind en dat is niet eenmalig. Dit is echt heel erg leuk. Ja, ik ben echt verslaafd in dit ding. Oh, ik vond die scootmobiel zo fantastisch. Ik zie hier een golfkarretje staan en ik denk van hard zou die gaan. En daar kan ik echt gewoon, ik kan er wel wat mee, denk ik. Het meeste wat ik ga missen aan Utopia, dat zijn een aantal mensen. De beestjes, de plek, geen baas, ook al waren er sommige mensen best wel bazig. Gewoon lekker je eigen ding kunnen doen, dat ga ik missen, zeker. Ik heb vandaag in de studio heb ik nog even wat achtergelaten. Veel plezier. Zet hem op. Hou je sterk. Nou ja, ik sta buiten de poorten. Ik heb Utopia verlaten. Helaas, Losse Vlodder Gang. Er zijn nog meer Losse Vlodders, denk ik. Of niet, ik weet het niet. Maar ik wens hun heel erg veel succes. En ik wil jullie allemaal heel erg bedanken dat jullie gekomen zijn. Naar Eten op Woensdag, naar evenementen, naar feesten. Ik heb het heel erg leuk gehad. Ik hoop jullie ook. Echt, dank jullie wel. Later.